super tof dat jullie kijken vandaag naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En alweer reageren op jullie comments video. Jullie vinden die video's hartstikke leuk dat ik dat doe. Heel veel kijkers van jullie hebben ook op die mijn social media volgen. Ik heb hem achtergelaten op de poll. Dus op Facebook en Instagram, daar heb ik de poll gedaan. En daar hebben jullie massaal gestemd op dat dit een vaste serie moet worden op mijn. Maar laten we gewoon beginnen met deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En laten we gewoon beginnen met deze video. Ik heb dus weer hier comments voor mijn neus. Comments die ik hier voor mijn neus heb staan, ja, die zijn van een week geleden. Ik had een paar weken terug ook al een video gemaakt er ook over. Maar ik heb hier de eerste comment, Tony Pino. Een week geleden daarvan was op de weekvlog dat ik mijn moeder had gebracht. Daar woonde Ronald toen in één flat in die stad. Vroeger kwam ik best vaak bij hem op bezoek. Ja, daar had ik toen niet op gereageerd omdat ik niet wist wat ik erop moest schrijven. Want het is een comment waar eigenlijk niet op echt te reageren valt. Zoals bijvoorbeeld sommige kijkers zeggen bijvoorbeeld gekke prank of iets. Zeg maar, of een video of zoiets. Daar kan ik op reageren. Maar niet op zo'n comment als Tony Pino schrijft. Ja, dan komt de comment van Amy World. Superleuke video. Dat was dat dus op dezelfde video als nu. Op dezelfde video als reageren op je comments. Daar had ze op gereageerd. BeLive had daar ook op gereageerd. Op de video van reageren op jullie comments. Toffe video. Frank Onderwater had geschreven: je bent helemaal super. Ook op precies dezelfde video. Ook op reageren op jullie comments. Dus op die video, dus die serie die vast wordt. Koen had er ook op gereageerd. Leuke video op dezelfde video. Mijn naamgenoot Miranda Engelken ook. Een leuke video. En het is leuk dat je dit doet. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de reden waarom ik dit doe. Ook Amy Zot had gereageerd op de video van dat ik mijn moeder had verrast. Heb je die nog niet gezien? Zet dan even de beschrijving. Of klik even op het linkje. Of klik op het i'tje, sorry. De Taiwan-vlog had er ook op gereageerd dat ik mijn moeder had verrast. Het lept op de video. Wat lief. Ik vind dat je het echt heel erg lief. Ik vind dat heel erg lief van je. Super, echt respect. Goed voor je ouders zorg als ze het breed hebben. Ik heb ook zo'n soort, maar de grote. Daar heeft hij dus over de laptop, die laatste zin. Justin en Lisandra schreef super lief. Ook op die video dat ik mijn moeder had verrast. BeLive ook. Mooie video hoor. Lief hoor van je. En mijn overbuurman Gerrit had er ook op gereageerd. Heel lief dat jij je moeder zo verwendt. Ze heeft het verdiend. En ze heeft het verdiend. Dik verdiend, beste Miranda. Dat klopt. Mijn moeder heeft het gewoon verdiend. En ik had de vakantie die volgende week dus begint. Dus volgende week zaterdag naar Spanje te gaan. Die heb ik ook getrakteerd. Dus ja, je ziet wel waar het geld zit. Geen YouTube money voor, dat niet. Het is hard verdiende geld wat waar ik heb voor moeten zwepen. Mijn naam gaat ook Miran Henken. Die had gereageerd. Is heel mooi van je dat je dat doet. Heb zelf een traantje gelaten. Dat is op die video van dat ik ook mijn moeder had verrast. Ernest Today. Oftewel Ernest, waarmee ik net met hem dacht ik mee weg geweest. Heb je die vlog nog niet gezien? Check die dan zeker, want ik vind het persoonlijk heel leuk geworden. Schrijf mooie vlog, lief van je. Doe je ouders de groetjes van me. Dat heb ik gedaan, Ernest, bij deze. Ik had de groetjes gedaan, dus de groetjes terug. En oom Ewald had er ook op gereageerd. Lief gedaan voor mijn schoonzus. Kei lief. Dus Ewald's vlogs dus. Dikke knuffel van je om Ewald. Dus ook op die video van dat mijn moeder had verrast. Tony Pino weer met een random comment. Pak je vaak sneller met de auto of liever van dorp tot dorp rijden. Dan zie je veel meer Miranda. Daar had ik op gereageerd. Dat ik dus niet die auto van mijn vader niet daarvoor mag lenen. Omdat ik er niet zoveel mee mag rijden van mijn vader. Zonder hem dan niet. Dus ik mag niet zomaar ergens naar Utrecht door rijden, Amsterdam of iets anders. Ik mag wel in de omgeving, maar niet ver weg zonder hem. Dat snap ik ook wel, want het is zijn auto, niet die van mij. Wies en Eva schreven ook op dezelfde video dat mijn moeder had verrast.
wat lief dat je dat doet. En dat is ook lief. Omdat, ja, mijn moeder, wat ik zei, mijn moeder heeft het gewoon verdiend. Ze heeft altijd al klaargestaan voor mij. Ik ben nu 22 en ze heeft wel 22 jaar vanaf mijn geboorte tot nu staat ze klaar. Constant dag, gewoon dag en nacht voor me klaar, weet je. Ook al een keer, ze staat wel klaar voor me. Ze heeft wel voor mij zeg maar over. Steven live schreef op de weekvlog ook, maar hier is mijn naam gewoon, die slaap aan ik over, oeps. Ik schreef mooie weekvlog, Miranda Engelken op de Urbex's gebrengd. Had ik dus Excalibur King, oftewel Boy, en Stefan, Gamer Stefan, geprankt. Gamer Stefan had er dus op gereageerd. Jij weer, Pilo heeft dat gereageerd, toffe weekvlog, meid. En mijn oom Ewald had ook gereageerd een week geleden op die Storytime, Dion. Eigenlijk oud is. Maar Jon post hier rond en staat zelfs een goede video. Helaas bestaan ze. Ik ben bezig om video te maken over oplichters en fakers. Ik speur op internet af. Heb je vandaag wat dingen laten zien? Dat is eigenlijk iets wat, ja, mijn oom. Dus mijn oom en mij blijven verder niet. Want de rest van de betrekking kun je niet bij. Dat is iets tussen mijn oom en mij. Die jullie niet mogen weten. Kalfi had geschreven op mijn livestream. Leuk. Tof kanaal, dankjewel daarvoor. Amy's World had er ook op gereageerd. Ook op de stream, leuke video. Eigenlijk is dat eigenlijk alles. Daar staat eigenlijk. Dus vergeet niet in ieder geval een duimpje omhoog te doen. Ik weet dus in ieder geval dat we nu, dat dit een vaste serie wordt op mijn kanaal. Omdat heel veel kijkers jullie vinden het hartstikke leuk om te zien. En dat ik dat dit doe. Maar ook, dat jullie weten dat ik dus volgende week op vakantie ben. 8 dagen vanaf 25 augustus, 's avonds om 7 uur vertrek ik. Dus dan ben ik tot 2 september middernacht pas weer terug in Nederland. Dus ja, dus dan weet je dat in ieder geval. Dan komt er dus in die week dat ik op vakantie ben, komen er gewoon. Als ik in Spanje zit, komen er gewoon, gewoon van die vlogs, video's en zo. Gewoon online, want ik werk vooruit, ik plan ze in en klaar. Ook kost het heel veel werk. Maar vergeet natuurlijk niet hieronder op dit kanaal te abonneren. Vergeet dan ook niet om het belletje te drukken. Zo mis je niks. En dan zie je volgende keer bij een nieuwe video weer.